is De Kletspet. Met elke week weer 3 vragen over 1 of meer actuele onderwerpen. Wat vindt u tot nu toe van het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag? Oeh, nou is niet mijn ding eigenlijk, Sigrid Kaag. Ik ben meer van de VVD dus. En zeker niet van Sigrid. Oh, daar overval je me een beetje mee, maar ik volg het niet echt. Maar... Nee, ik ook helemaal niet. Nee. Ik ben niet weg van die dame, laat ik het zo zeggen. Meer ga ik daar niet over uitweiden. Oeh, supergevoelige vraag vind ik dit. Want wij zijn helemaal boerengek. Ja, dus ja, nee, ik ben er niet kapot van. We houden er niet zo van dat de boeren uit het veld geslagen worden. Nee. Voor de stikstof. Want er wordt zoveel stikstof geproduceerd. Niet alleen door de boeren. En wij zijn natuurlijk echte liefhebbers van boeren. Wij komen van het boerenland dus... Ja. Ik had persoonlijk ook op Sigrid Kaag gestemd. Alleen de laatste tijd is ze niet zo heel positief in de media gekomen. Dus ja, het is even afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Maar ik heb nog steeds wel vertrouwen in de partij. Ja. Sigrid Kaag, ik vind het een hele aardige mevrouw. Maar ja, het beleid, ik weet nou niet of dat nou zo geweldig is van haar. Ik ben geen fan van haar, laat ik het zo zeggen. Het was veelbelovend, maar het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. In hoeverre vinden we het, na tal van schandaaltjes bij de coalitiepartijen, tijd voor nieuwe verkiezingen? Nou, eigenlijk ook niet zo. Die schandaaltjes vind ik eigenlijk nog wel meevallen. En ik zeg, ik ben een VVD-stemmer en zo slecht wil ik het Rutte niet doen. Dus. En elke partij heeft zijn schandaaltjes wel, denk ik. Ik zou het echt niet weten. Ik ken hem niet. Ik ken het ook niet. Nee. Vind ik niet nodig. Maar ze moeten wel goed nadenken waar ze mee bezig zijn. Ik vind dat ze eerst maar eens moeten beginnen om gewoon een kabinet te vormen. En daarmee te gaan regeren. Ten bate van alle mensen, inwoners van Nederland. En niet alleen maar met verkiezingen en politiek spelletjes bezig zijn. Ja, let's start zou ik zeggen. Ja, begin eerst maar eens. En laten we dan oordelen. Ik weet niet of dat problemen gaat oplossen. Want ik denk, ze zijn nu al zo oneens met elkaar. Dus ik weet niet of nieuwe verkiezingen daarbij gaan helpen om daarbij meer overeenstemming te bereiken. Nieuwe verkiezingen? Nou, dat wil Wilders graag, hè? Maar ik ben ook geen fan van Wilders. Ik vind dat de kiezer heeft gesproken en nu moeten ze het maar voor elkaar brengen. En Rutte moet aan de slag. Geen geouwe hoer, geen vakantie, gewoon formeren. Aan de ene kant zou ik zeggen ga naar nieuwe verkiezingen. Aan de andere kant denk ik het blijft dan toch als lijken in de kast zitten. Het is beter om het gesprek met elkaar te voeren en gewoon dingen te erkennen, te herkennen en er met z'n allen iets van te leren. Ben ik er wel verbaasd over de bepaalde mensen die zijn opgestapt, onder andere naar de toeslagenaffaire, dat ze zich wel heel makkelijk vanaf hebben gemaakt door toen het kabinet te laten vallen, zeg maar, en toch door te gaan vanwege de corona. Het was dus eigenlijk zo van, nu komt het ons wel goed uit. Ik vind niet dat ze daarmee enige spijt hebben betuigd. Wat vindt u tegenwoordig van de toon van de Tweede Kamerdebatten? En wie is uw favoriete debater? Nou, de toon is tegenwoordig best wel grof. Een goede debatter vind ik eigenlijk toch wel Geert Wilders. Recht voor zijn raap, die draait ook nergens omheen. Ik ben er geen stemmer van, maar het is wel wat wel te grof eigenlijk, maar ik hou wel van recht door zee. Weet jij wie de favoriete beter is? Nee, ik ben pas 17, ik hou me helemaal niet bezig met dat. Ik hou me wel bezig. Ik vind Rutte toch wel. Omdat hij zich altijd netjes blijft gedragen. Ja, de favoriete die beter is Rutte. Jee, dan moet ik aan jou vragen. Want ik volg dat niet zo. Jij wel.
Ik ben gewoon tevreden met Rutte. En die moet maar gewoon blijven zitten. Want alles wat daarna komt, zal ook het geld voor de straten en de wegen bij ons moeten halen. Dus wie er ook zit, wij zijn toch altijd de leidende partij. Dus voor mij mag Rutte blijven zitten. Favoriete debater is Mark Rutte. Ja, toch wel Rutte, ja. Ja. En, tot nu toe. Ik vind dat de debatten te weinig tot concrete resultaten leiden. Ik hou meer van actie en dingen die gebeuren ten bate van de inwoners dan alleen maar voor eigen belangen opkomen. En dat geruzie, gewoon dat geruzie, kinderspel. Dat voegt geen waarde toe. Nee. Voor mij is het heel vaak onvolwassen gedrag wat ik zie. Ja, heel jammer dat onze leiders dat gedrag hebben. Ja, soms gaat het er wel pittig aan toe, maar ik denk dat het er wel bij hoort om tot goede standpunten en actiepunten te komen. En ja, mijn favoriet, dat is wel moeilijk te zeggen. Ik vind dat Mark Rutte wel wat is afgenomen in de positiviteit, maar voorheen vond ik hem altijd wel heel goed, dus ik hoop dat hij zich weer kan herpakken. En verder, wisselend. Die beter, dat is... ik vind Rutte wel heel erg goed hoor, moet ik zeggen. Een hele goede debater. Die kan je niet gauw pakken met zijn woorden. Maar wat was de vraag ook alweer? Wat u tegenwoordig vindt van de toon van de Tweede Kamerdebatten? De toon? Ja, dat mag wel een toontje minder. Ik vind dat ze zich wel een beetje moeten houden aan de normale regels en wat de leeftijd betreft. Scheldpartijen, dat is niks voor mij. Op de inhoud, graag. En niet op de persoon. Nou, dat vind ik. Ik kan niet zeggen dat ik een favoriet heb. Want de ene keer vind ik die wel inspirerend en de andere keer vind ik die inspirerend. Dus ik wil me niet uitlaten over één persoon. Ik vind het ook goed dat zaken van alle kanten belicht worden. Ik ben er niet eens op tegen dat er nu zoveel partijen zijn, dat we zoveel partijen erbij hebben gekregen. Want ik denk ook, daardoor voelen meer mensen zich vertegenwoordigd. Ik denk ook dat het echt nodig was. Dat er echt misstanden waren en zijn. En dat het daarom wel goed is dat veel mensen hun stem terug zien en horen in de Tweede Kamer. Oké, en wat vind je van de toon? Ja, dat is niet altijd netjes. Ik zou wat vaker willen, terwijl eigenlijk bij ons in de Oosterhoutse politiek is dat ook. Ze willen dat je alsmaar het debat moet goed zijn, terwijl ik denk, ik ben vaak veel meer van vragen stellen. Ik denk, daar ga ik misschien wel tegenstromen in. Maar het voelt beter om de ander goed te bevragen. Dat je snapt waar het nou echt om gaat. En dat je dan pas serieus je punt maakt. Terwijl het helemaal hip is. One-liners en snel, snel, snel. En wij worden daar als gemeenteraad ook in getraind. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet goed. Een waardeloos interview tot nu toe. Jeetje, ik denk het gaat over Oosterhout, maar toch niet over Sigrid Kaag.